een blauwdruk. Je ziet er een op het scherm. En hier achter me staat ook nog donkerblauw papier. Je zou bijna vergeten dat deze week in het teken stond van de redding van Cyprus. Omdat de kranten vol staan over de bespreking van Jeroen Dijsselbloem. Ook vanochtend harde aanval op Dijsselbloem over uitspraken redding Cyprus. Onze minister Dijsselbloem kende het woord template niet. Ondervraagd door journalisten van Reuters en de Financial Times. Zij vroegen hem, is Cyprus een template, een blauwdruk voor allerlei andere acties die u nog van plan bent te ondernemen? En hij vergat te vragen aan de journalisten, wat bedoelt u eigenlijk? In tegenstelling daarvan antwoordde hij, ja, dat zou heel goed kunnen. Blauwdruk is een eigen leven gaan leiden. Nou is de grap van het verhaal, we zitten hier in een woning en die woning is gemaakt op basis van een blauwdruk, net als die oude boerderij. Kijk je naar de natuur, dan zie je ook allerlei blauwdrukken, allerlei templates. Een boom is een boom en een hond is een hond. De natuur bouwt verder op datgene wat er staat. Grappig is overigens dat in ons dorp staat de glazen boerderij. Inmiddels al een toeristische trekpleister na een paar maanden. Gemaakt, ontworpen door Winnie Maas. En de architect Winnie Maas heeft bij de lokale VVV een tentoonstelling gemaakt. En daarin vind je nog veel meer van dit soort blauwdrukken. De blauwdrukken die de basis vormden voor hem om de glazen boerderij te ontwerpen. Maar dat is eigenlijk niet het onderwerp van deze vlog. Het onderwerp van deze vlog is de verspreking die minister Dijsselbloem doet. In tijden dat het goed gaat, in tijden dat er niets aan de hand is, mag je jezelf best verspreken. Kijk je terug, kijk je in het Management Pro blog. Ik zal ook vandaag in de entry er een aantal aanhalen. Dan zie je dat er versprekingen zijn geweest, maar niemand waar geen haar naar kraaide. Is het spannend, is het crisis, dan wordt ieder woordje dat je zegt wordt op een goudschaaltje gewogen. En sterker nog, zoals nu, je wordt opgenomen. Alles wat je doet wordt vastgelegd. De journalisten van Reuters en de Financial Times hebben precies de transcriptie van het interview openbaar gemaakt. Cyprus is niet de enige reorganisatie. En om nu te zeggen dat het draaiboek door de EU niet meer uit de kast zal worden gehaald door de ECB, dat is een gotspe. Want je mag er de klok op gelijk zetten dat het zeker nog wel een keer gehanteerd zal worden. Wat jij dan dient te doen met je spaargeld, dat laat ik aan jou over. Het kan ook organisaties overkomen. Diverse bedrijfstakken zitten op dit moment in reorganisaties. Op dat moment, in tijden van die reorganisatie, is het dodelijk dat de verantwoordelijken een verspreking doen. De kracht van je verhaal zit dan ook in je commitment. Commitment aan je boodschap, commitment aan de communicatie die je dient uit te spreken. En komt er dan een woord voorbij van degene die je ondervraagt? Of het een journalist is, een stakeholder, een klant, een medewerker, zegt dan sorry, wat bedoelt u? Sta achter je communicatie, zeker in tijden van crisis, en probeer iedere verspreking, hoe klein ook, te voorkomen. Als dat het leermoment zou zijn uit de Cyprus-crisis, dan hebben we al heel wat bereikt. Ik wens je nog een hele mooie, winderige dag. Hartelijke groet, Willem Schepers, zonder verspreking.